En daar hebben we twee gekke dames. Doe even voorzichtig, Gies. Ik hoorde Rijka net al piepen. Karin die had wel iets gezegd, dat kan, maar dan moeten we dat en dat doen. Maar ik weet niet meer wat. Nou, ik heb gevraagd, maar ik krijg nog geen antwoord. Dus laten we het hopen dat ik antwoord krijg. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Een goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer, weet ik veel, woensdag 12 januari. En we leven om 12 uur 23. Ik moet nog met de dames uit, maar ik kan er nog niet uit. Nee, want ik wacht op de pakketbezorger. Er komen twee pakketjes aan, eentje van mij. En ik heb er eentje moeten bestellen voor Marianne. Hij heeft ze ook zelf betaald al. Maar ik ben er nog te landlendig voor om verder te kijken dat mijn neus lang is. Om te kijken hoe je het adres weer moet veranderen, et cetera. Ik denk, ze woont hier dichtbij, dus ze haalt het maar op. En ik ben langzamerhand begonnen. Ik heb net een balletje ingepakt. Nou, in de bak ermee. En dan ga ik die leeg halen. Die pan. En daar hebben we nog een emmer. En daar hebben we twee gekke dames. Doe even voorzichtig, Gies. Ik hoorde Rijka net al piepen. En de deur is open, dus waarom gaan jullie niet naar buiten? Ik heb die deur niet voor niks opengezet. Kussens op de grond gooien. Je ziet niks met die zon. En het nieuwe raam, dat is zo smerig of ik weet niet wat. Dus ja, er is ook geen beginnen aan om dat nou weg te gaan halen met die zon erop. Dus dan maar even een beetje opruimen heen gaan. En daar ben ik nou mee bezig. Maar ik wens jullie natuurlijk wel weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ondanks dat ik nog steeds mijn eigen kapot hoest. En ik wil zo graag zelf boodschappen doen. Ja. Karin die had wel iets gezegd, dat kan, maar dan moeten we dat en dat doen. Maar ik weet niet meer wat. Nou, ik heb gevraagd, maar ik krijg nog geen antwoord. Dus laten we het hopen dat ik antwoord krijg. Ja, dat dus. Maar oké, ik hou jullie gewoon op de hoogte. En ik zie wel wanneer ik film. Maar ik ben het momenteel te lamlendig er nog steeds voor om een vlog in elkaar zien te zetten. Ik had jullie ook beloofd om een kerstvlog in elkaar te zetten van kerstpraatjes. Dat gaat allemaal even goed wel gebeuren. Maar dan moet ik me wel beter voelen dan nu. Ja, dat is een herder husky hond. Dat is een herder husky. Die heeft ook net zoals. Nee, dit is een andere. Dit is een andere. Nee, er loopt hier ook een meneer, die is ook minder valide. En die heeft een hond en dat is een kruising tussen een herder en een husky. Die heeft ook één blauwe oog en één normale oog. Ja. Denk even om de spullen en laken helemaal weer schotverscheven op de bank. Hé? Hey? Ja nou? Zeg maar ja. Ja? Gaan we even naar buiten? Nou, dat zal ik dan zo meteen even opruimen. Dat doen we eerst, voordat ik met de ballen verder ga. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en doe het met een lach. Daar hadden we weer een piep. Ik zou zeggen, gewoon, tot
water. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik heb alweer heel wat gedaan en ja, je ziet er nog niks van, maar ik heb toch wat gedaan. De meisjes zijn al uit geweest, al lang al. Wat heb je te mekkeren daar op de vensterbank? Ik heb de ballen die in die emmer en in die pan zaten, heb ik allemaal al opgeruimd. Maar ja, er kan nog wat meer bij, maar ik kan die takken nog hangen, daar zit zilver in. Dat moeten we proberen erbij in te doen. Wat er niet meer bijeen kan, ja, helaas pindakaas, dat gaat dan een velletje papier ertussen. Bij de gouden ballen erbij. Ja, wat is het meisje? Nee, dat is mijn pakketje. Wat is je dan? Wat is je dan? Je bent maar een meid. Nou, ik heb mijn pakketje. Hero. En het pakketje van Marianne. Heb ik hier ook. Dat is voor Marianne. We gaan die gezellig eventjes openmaken. Even. Zo, komt er maar. Ja, je bent ook nieuwsgierig, hè? Ja, dat weet vrouwtje, je bent ook nieuwsgierig, hè? Maar je doet me wel pijn met je nagels. Zo. Ja. En er zit er nog een doosje in. Ja. Na het overlijden van mijn mannetje Jack. We deden altijd met Sinterklaas wat en met kerst wat. Onder de kerstboom en met Sinterklaas deed het in een zak. En ja, gewoon leuk, weet je. Je houdt dat erin. Maar ja, Sinterklaas doe ik zelf nou niks meer aan. Kerst. Gaf ik me na die tijd zelf een cadeautje, het zijn nieuwe jurk of het zijn nieuwe laars of schoenen of wat dan ook. Maar omdat ik nou zo ontzettend ziek ben geweest, had ik niks. Nee, het kan zo geschieden. En nou. Heb ik dat? Dat is dus een ontpluizer. Hier. Een elektrisch, ik heb vroeger ooit eentje gehad, die ging op batterij, maar die ging ook zomaar kapot. Hulpstukje 1, die ligt er bovenop. Helemaal in plastic verpakt. Daar valt wel wat eruit. Ja, dat is het mesje, die behoort er wel in. Dus, hup, leg ik hem op zijn kop. En nog een hulpstukje. Een snoertje naar een USB-station. Ik heb mijn computer wezen. Een borsteltje en nog een ding. En een opbergzakje. Leggen we daar even neer. Het boekje. En dan hoop ik dat het boekje in het Nederlands is. Ja, en dan zal het nou wel niet doen. En dat valt niet te lezen. Mijn genade. Goeie genade. Nou, dat valt echt niet te lezen. Dat is zo klein. En dan ook nog denk ik, ja. Zet ik hem. Wat is dat?
Hij is dus vol. Met vrouwtje allemaal. Potverdikkie. Want ik ben er wel heel erg blij mee. Maar ja, je moet dat het buitenland. Kijk, er zit een stikkertje op. En dan moet je me net Engels kunnen. Maar daar zal wel op staan. Hoe je hem open moet maken. Nou ja. Je moet hem lezen kunnen. Ja, je moet hem legen kunnen. Maar hoe? Joost mag het weten. Het zal in het boekje staan. Somewhere. Ja, ik zie Nederlands belangrijke waarschuwing. Maar ja, dat moet ik ook plaatjes zien te vinden. Ja, kijk, en dat is het knopje om aan en uit te doen. Daar waren we al heel snel achter. Maar dat bakje moet er af kunnen, want daar komen die pluisjes in. Maar nou is de vraag, hoe haal ik dat bakje eraf? 3. Pluiscontainer. Ja, mooi. Nou, hoe halen we die eraf? Kijk, zie je? Verwijder de pluizenverzamelaar doos en leeg deze. Ja, maar hoe moet je hem verwijderen? Dan moeten ze dat wel aangeven. Ik zie die ribbeltjes wel, maar dan krijg ik hem nog niet naar beneden. En dat vind ik nogal. Dat wordt een toestand voor mij. Alles wat nieuw is, wil eerst bij mij niet. Er zit muur vast. Maar, daar zit ook geen beweging in te krijgen. Want ook aan de voorkant, daar, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien, daar zie je ook een openingetje. Maar hij moet eraf kunnen. En nou is mijn vraag, hoe? Ja, hoe? Hij gaat er bij mij gewoon er niet af. Nou ja, ik krijg Steven vrijdag weer, dus die kan ook even kijken van, ja, kijk jij ja, er eens even naar. Dat moet er toch af kunnen. Ik krijg het er dus niet af. Ja, en dat moet er af kunnen. We zien hoor. Nummer 4. 3, daar. Elektrische borstel wordt voornamelijk gebruikt voor wollen jassen. Elektrische borstel. Het is toch allemaal elektrisch? Maar ja. Je moet het eventjes goed lezen allemaal. Elektrische borstel wordt voornamelijk gebruikt voor wollen jassen. Ja, maar dat is, ik lees 4 en het gaat waarom over die container. En hier gaat het niet over die container. Achtelijk gedoe. Ah. Beweeg het apparaat rondom de pluizen. Ja, dat is logisch. Nou ja.
Ik heb hem. Zo in de handen. We hebben hem zo. En dan. Ja, nou, dat lukt mij niet. Wat ik ook doe. Nou, hij zit gewoon mooi vast. Nou ja, we vinden er wel wat op. Het is splinternieuw, dus ja, dat gaat 1, 2, 3 niet, 1, 2, 3 open. Dus ja, dan moet ik even bekijken hoe we dat hebben moeten. Het is net alsof ik wat zag. Maar het zal. In ieder geval, dat is mijn eigen cadeautje voor mezelf onder de kerstboom nog. En ja, het komt allemaal goed, lieve vriend. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en tot later. Doei, doei. Way back a year ago.